De partij De Vrije Student denkt dat de Groninger Studentenbond de plank mislaat met een nieuwe actie tegen de groei van de universiteit. De Studentenbond heeft de afgelopen dagen stickers opgeplakt in de stad met de tekst Vol is vol, om zo aandacht te vragen voor het kamertekort en de werkdruk van docenten. David-Jan Meijer van De Vrije Student denkt dat dit probleem op een andere manier opgelost moet worden. De Vrije Student is voor samenspraak en om met elkaar in gesprek te gaan om problemen op te lossen. En wat de Groninger Studentenbond nu doet, is schreeuwen langs de zijlijn en komt niet met oplossingen. Terwijl ze dat de afgelopen jaren wel heel concreet hebben gedaan. Ik ben zelf lid van de Groninger Studentenbond en ik weet hoe goed ze dat werk kunnen doen. Dus het is jammer dat ze dat nu laten liggen. Ze gebruiken nu een hele racistische slogan, hè, vol is vol. Dat kennen we van Jan Maat in de jaren 70. Dat kennen we van Geert Wilders en Forum voor Democratie. En als je wat wil bereiken, moet je niet in die regionen gaan begeven. Meijer vindt wel dat er iets gedaan moet worden aan de huisvesting voor studenten en de werkdruk voor docenten van de universiteit, omdat er na de zomervakantie veel nieuwe studenten verwacht worden. En aangezien de universiteit nu geen middelen heeft om die instroom goed te reguleren, is dat problematisch. En dat is ook precies de reden waarom de Vrije Student ook de informateur, nu Mariette Hamer hiervoor, Herman Tjeek Willink, een brief heeft gestuurd waarin we vragen om meer tools voor de universiteit om dat goed te kunnen stroomlijnen. We zien dat er enorm veel onbetaald overwerk is op de rug. We zien dat studenten en medewerkers allebei een hele grote werkdruk ervaren. En na de coronacrisis verwachten we eigenlijk de klap dat mensen pas door gaan hebben hoe druk ze zijn. Dus ik zie hier zeker een groot probleem en we moeten met elkaar in gesprek blijven om dat op te lossen. De Groninger Studentenbond heeft nog niet gereageerd.